Spaans lesje nummer 1. Ik heb natuurlijk altijd in mijn lesmethode, mijn unieke bijzondere lesmethode, een Spaans iemand naast mij staan. Dan hoor je het goede Spaans, hoor je de goede uitspraak. En ik ben er voor de uitleg. Dus altijd twee begeleiders. Maar van de week gebeurde in mijn live les, toen zei ik, stel je maar voor in het Spaans. En toen zei ze, me llamo es Cinta, bijvoorbeeld. Me llamo es, en dan haar naam. Dat ik dacht, hé, waar komt dat nou vandaan? Waarom zeggen zoveel mensen, maken deze fout, me llamo es. En toen zei iemand, ja, ze denken, me is mij, llamo is naam, en es is is. Dus me llamo es, en dan je naam. Maar zo is het niet, want llamarse is het hele werkwoord heten. Dus je zegt eigenlijk, ik heet Cinta. Me llamo Cinta, zo. Of je zegt, mi nombre es. Dan kan je wel het werkwoord ser gebruiken. Dus zo moet je hem doen. Me llamo Cinta of mi nombre es.